Maar ik zit weer in mijn oude vertrouwde Mini Cooper hoor. Niks schreeuwt meer held dan een Mini Cooper. Hallo iedereen, welkom weer in de video en mijn naam is Wilbo. Ik ben een beetje ziek, maar dat houdt me niet tegen. Binnenkort kan ik toch lekker op vakantie zijn. Zoals sommigen van jullie misschien weten, ben ik een grote fan van Saints Row Games. Ik heb ze allemaal gespeeld en ik vind ze allemaal geweldig. En het is natuurlijk leuk dat je de hele storyline in co-op kan spelen. Iets dat je in GTA nooit kan en je hebt gewoon veel humor en zo. Maar er kwam een nieuwe game uit van dezelfde makers. Dat niet Saints Row is, maar ze gebruiken wel het Saints Row logo en de Saints Row kleur en de characters van Saints Row. Maar het is niet Saints Row. Verwarrend, I know. Komt nu een nieuw spel dat net uit is. Deze video komt als het goed is op 20 september uit. En het is nu 18 augustus, dus de game is voor mij nu een paar dagen uit. Voor jullie is die al een maand uit nu of zo. Ik werk vooruit zodat ik op vakantie kan, oké? Maar de game waar ik het over heb, die wij nu gaan spelen, heet Agents of Mayhem. Vandaag spelen we Agents of Mayhem. We doen vandaag Agents of Mayhem. Het is tijd voor Agents of Mayhem. Kom op, kappen nou, oké. Agents. Laat het. Vandaag spelen we Agents of Mayhem. Laten we maar gewoon beginnen. Oh, dit lijkt echt anime of zo, man. Van die oude cartoons. Dat is best cool. Oh, dit is echt dope. Dit is echt dope. Maar voor jullie ga ik het nu helaas skippen. We gaan nu gewoon door naar de gameplay. Oké, daar zijn we dan, jongens, in de game. Voor jullie was het natuurlijk heel even. Ik heb een hele lange cutscene gehad. Dit is een van de dingen waardoor ik dus door de war raak. Ik bedoel, kijk even serieus naar het logo. Dit is het logo van Saints. De Agents of Mayhem, een organisatie, gebruikt dus hetzelfde logo als de Saints, de gangsters. En dezelfde kleur. Ik weet het niet, dat is één ding waardoor ik het een beetje raar vind. Open de door met mijn gun. Moet ik... zo gaan we deuren openen. Heeft dit een beetje dezelfde... Nee, dit is niet standaard Saints Row control. Maar laten we kijken hoe het is om de boel lekker een beetje op te blazen. In principe vind ik het jammer dat hij in deze game geen co-op heeft. En... Boom. Niet geraakt. Nou ja, boeien. Broer, kijk, schreeuw deze game niet gewoon... Hallo! Ik wil co-op! Ik wil lekker mensen opblazen met mijn matties! Maar dat, blijkbaar is dat niet een ding hier of zo. Huh. Ik weet niet wat dit is. Oké. Ik weet niet wat er nu aan de hand is. Maar ik maak in ieder geval vet veel dood. En dat is altijd goed, denk ik. Jij gaat nu ook dood. Zo, ik maak nu allemaal bad guys dood. En ze droppen geld zoals classic GTA. First off, Fortune, it was a film. Wat is dat verschil tussen een film en een movie? En we kunnen met B nog een dash doen? Wow! We hebben gewoon superkrachten, basically. Oh, deze deur hoeft niet open te schieten. Die gaat vanzelf open. Nice! Nu moet ik zeker op die bal schieten. I poked the bear. Wow, bro! Dat is wel typisch Saints. Deze gasten zou echt thuis horen bij de Saints. Oké, en we zijn... Wat is de rendezvous point? Wat gebeurt er nu? Elsewhere. Oh, nu moet ik dus ergens anders... Nu ben ik zeker een andere character eventjes. Laat hier heel erg duidelijk zijn van... Yo, je kan switchen tussen characters en zo. Nu zijn we weer vanaf het begin van de missie. Dat is best wel lame eigenlijk. Oké, ik moet nu hierheen blijkbaar. Oh, ja. Opblazen. Deze gast is dus gewoon een tank eigenlijk. Zie die paarse superpowers ook. Dit is zo Saints Row-ish. Beeld je in. Saints Row 5 met deze graphics. Dat zou geweldig zijn. Wat is mijn... Oké. Wauw. Oh. Hij teleporteert naar mij toe. Dat is wel zo cool. Oké, I fucked up. Ja, yep. Maar wel een mooie explosie. Oh, nu heb ik hem bij de rendezvous point. En dan ben ik nu Fortune. Oké. This is only my first day. Oh, wauw. Op zijn eerste dag. En wij fucken alle shit op gewoon. Dan gaan we. Yeah. Die getallen doen me wel denken aan Overwatch. Die hitpoints. Dus je hebt gehit, weet je. Oké. Hoppakee. Deze game houdt heel erg van de kleur paars. Oh, nu gaan we haar special doen. Wat een drone is, denk ik, I guess. Dat is best wel cool. Alleen deze controls zijn niet jammer genoeg zo van in Ratchet & Clank, weet je wel. Ik ben nogal locked als ik hack objectives. Maar zie, ik kan nu dus heel makkelijk, maar zodra ik richt, gaat het heel langzaam. Zie je dat? Dat is best wel
jammer, in a way. Nou, laten we gaan hacken. Oh, ging hacken, maar echt zo. Als hacken echt zo makkelijk was, dan had ik de wereld al gehackt. Waarom trilt mijn been zo? What the fuck? En nu zijn ze zeker samen en dan kan ik en dan kan ik gewoon switchen. Wel handig dat er 3 gangen zijn specifiek voor ons 3. Dus ja, hij lockt, dus ik kan niet echt zo cool mid-air gaan schieten op dingen. Maar hij heeft wel een beetje een auto-lock ook, dus op enemies. Dus ik hoef niet helemaal zelf te richten. Dus als jullie denken, wow, Wild, ben je goed in richten? Oh my god! Nou, dat valt wel mee, dat valt wel mee. Jullie weten hoe goed ik het echt kan richten met VR-games. Dat is hoe goed ik richt met mijn eigen blote oog. Als ik een echt wapen zou hebben. Waarom sterven jullie niet gewoon of zo? Waarom gaan jullie niet ragdollen? Oh, hey, Legion Power Unit. Yay! Is mijn mayhem al ready of niet? Nee, blijkbaar. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet als hij ready is. Ik heb nu wel zin om weer Saints Row te gaan spelen. Zo, was dat iedereen? Was dat iedereen? Is iedereen nu dood? Ik denk het wel. Wauw. Ja, dat snap ik. Ik zou ook wel een selfie willen met iemand. Nee. Ik hou van dingen opblazen. Ik hou van schieten op enemies. Kijk hem dan ragdollen. Hier. Ga weg of zo. Hier. Ragdoll physics. Ik hou van ragdoll physics. Kan ik hem ook. Kan ik hem ook lekker naar beneden duwen of zo? Ga alsjeblieft naar beneden. Ja, bijna. Ik wil je beste vriend even laten zien hoe je lichaam eruit ziet als er geen leven meer in zit. Dat was best wel duister. Nou, dan ga ik wel op jou af hier. Laat ik jou wel zien hoe het is om een dood lichaam te zijn. En dan ga ik jou naar beneden gooien. Kom op. Bijna. Ah, ik krijg hem maar niet voor elkaar. Oh nee, hoe moet ik hem uitschakelen? Ik heb niet opgelet. Hoe moet ik jou uitschakelen, meneer? Ik heb wel veel health. Maar hij heeft ook veel. Hij heeft meer health. Ik neem aan dat ik on the move moet blijven. En op hem moet blijven schieten terwijl ik on the move blijf. En ik heb geen idee of mijn... Zal ik het gewoon proberen? Ja, oké. Okay. He was ready. Ben jij ook ready? Ah, nu is hij invulnerable en moet ik zijn matties weer uitschakelen. Wat een pussy. Hij kan er gewoon niet tegen dat ik aan het winnen was. Slechte verliezers zijn dat. Nu moet ik hun ook weer van hun... Hun hebben ook een familie en zo. Hun hebben ook dingen te doen na werk. Dan op mij schieten. Gewoon chillen. Misschien hun familie naar Disneyland nemen of zo. En nu moet ik gewoon hun beroof van het leven. En wie heet er ook nou Dr. Babylon? Babylon doet me denken aan een fucking shawarma tent. Ik ga bijna dood. Ik ben aan het doodgaan. Ben ik bang? Ik ben bijna dood. Ik heb niet op mijn health gelet, maar ik ben bijna dood. Yep. Oké, laten we maar switchen van een health. Laten we kijken of... Nee, dat doet ook niks. Kijk, dat doet echt wat. Oh, fuck. Nou, nu ga ik haarsen. Nu ga ik... Wat? Wat gebeurt er? Oh man, hij blaast de boel maar gewoon op. Oh, Jesus. Wat een asshole. Wat een pussy ook. Mayhem floor. Nee, dat was de Saints Row logo. En nu is het opeens van... Ja, dit is de Wat gebeurde daar? Oh, wacht. Ik kan rennen. Ik was helemaal vergeten dat ik kon rennen. Want als je echt in het scenario bent en je bent compleet vergeten hoe je moet rennen. Oké, zijn we nu in de open world of zo? Kunnen we nu gewoon lekker rondlopen of zo? Kan ik een auto stelen? Mag dat ook? Is dat zo? Zo van... blijkbaar. Ik rijd een fucking Mini Cooper. Leaving mission area. Wat is het? Hoezo? Ik volg de pijlen gewoon. Hoezo mission? Ik volg de pijlen gewoon. Ik stap in de auto. Ik volg de pijlen. Naar mijn missie. En dan zegt hij leaving mission area. Waarom maak jij een selfie hier? What the fuck is jouw probleem, man? Maar ik zit weer in mijn oude vertrouwde Mini Cooper, hoor. Niks schreeuwt meer held dan een Mini Cooper. Shoot Legion Troopers. Or... Run them over by a car. En dan schiet ik op ze. Dat is ook een tactiek. En nu krijg ik superkrachten. Wow! Die had ik al. Dit ziet er niet goed uit. Ik heb nu heavy damage nodig. En dat is deze guy. Is all about the damage. Dus ik denk dat ik met zijn shotgun hier doorheen kan komen, I guess. Ik moet alleen wat meer onder controle hebben. Maar ik heb hem bijna dood. Dus al gaat deze character dood. Dan heb ik in ieder geval deze dude dood. Yay! Hij is geëxplodeerd. De eindconclusie is, speel gewoon Saints Row, oké? Het is wel leuk, maar deze game schreeuwt meer om co-op, vind ik. Politician, als je iets nieuws wil maken naast Saints Row, maak dan alsjeblieft een spin-off die compleet anders is als Saints Row. En niet in de Saints Row universe en Saints Row characters gebruiken. En alsnog de Agents of Mayhem gebruiken alsnog het logo en de huisstijl van... De Saints Row, wat verwarrend. Je verwart nu gewoon heel veel mensen. Dit geeft ons gewoon Saints Row 5.